Het is best bijzonder volgens mij om twee bewindslieden van een departement op zo'n mooie werkconferentie te hebben en daarmee af te mogen sluiten. Dus dat is, het is al een eer om hier met z'n allen te zijn, maar dat is ook een eer. U heeft vanmiddag van alles gezien. Vertel eens wat over. Wat was het leukste, het indrukwekkendste, het mooiste? Wat moet er hier gedeeld worden? Jeetje, waar begin je? Waar begin je, ja. Ja, waar begin je? Ja. Even kijken. Prachtig jouw verhaal en ook je zang. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel geleerd en bevestigd ook gekregen. Daarnaast de ervaring met de darbuka. Was het de djembe, darbuka die we speelden. En hoe we eigenlijk heel zo opzwepend met z'n allen allemaal het gevoel hadden dat we eigenlijk heel mooi muziek maken. Hè? Dat we goed in ritme, dat we eigenlijk allemaal talenten zijn. Dat gevoel kregen we een beetje. En ook die ontlading. Vervolgens de workshops. Die allemaal... Ja, we waren eigenlijk te kort omdat we alles wilden zien. Hè? Maar wat ik wel heel speciaal vond, was het orkest. Dat was echt zo speciaal, omdat je daar nou ziet dat door muziek, of je nou een noot speelt of niet, of je een instrument speelt of niet, maakt niet uit. Dat je met elkaar stimuleert, dat je je angsten wegdoet, je kwetsbaarheden laat zien en eigenlijk met elkaar daar muziek maakt en elkaar inspireert en motiveert en elkaar echt helpt en maar vooral ook ontzettend veel lol hebt met elkaar. Ja, het was een dolle boel daar, hè? Ja, het was geweldig. Ja. Ongelooflijk. Dan zie je gewoon hoe dat mensen verbindt, hoe muziek, hoe belangrijk het is. Dat het mensen bij elkaar brengt en eigenlijk ook zoiets van, het maakt allemaal niet uit, we doen het ook. Kijk ons hier nou zitten. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Mooi. En nu? Ben ik het mee eens? Ja. Maar ik vind het belangrijkste is van muziek ook, maar ook op zo'n dag, is eigenlijk energie. En die voel je eigenlijk meteen. Hè, vanaf het moment dat hier het Doe Maar Mee Band begon. Ja. Tot aan de fantastische muziek en het mooie verhaal daaromheen. En de energie van professor Scherder. Maar dat allemaal bij elkaar, dat is heel mooi. En vooral voel ik me dan heel dankbaar dat dat in het onderwijs nu al op heel veel plekken gebeurt. Met jullie energie. En dat ik hier dan ook die energie merk om dat op nog veel meer plekken te laten gebeuren. Dat we dat hebben geprobeerd door dit ook live uit te zenden. Hopelijk kijken dan ook veel mensen. Maar op elke plek waar wij komen, moeten we ook dat vuurtje weer aansteken. Nou, en dit geeft mij in ieder geval veel energie om dat dan ook te kunnen doen. Ja, er hebben heel veel leerkrachten meegekeken vanmiddag, dus hopelijk gaat dat vuurtje al lopen. Voordat we daar komen, had u zelf muziekonderwijs op school vroeger? Ja, het verschilde wel een beetje per groep, als ik me herinner. Maar ik ben uiteindelijk op mijn zevende lid geworden van de plaatselijke drumband. Heb ik de trommel geleerd te spelen. Dan heb ik het om mijn 18e, 19e gebleven. En van de C-groep tot de B-groep naar de A-groep. Dat peulenschilletje vanmiddag. Dus dat vuurtje is begonnen omdat bij ons voor de plaatselijke drumband dan met de avondvierdaagse voor het huis liep. En dan stond ik al met een klein trommeltje voor huis te trommelen. In de hoop dat ik daar dan ook ooit een keer in dat mooie apenpakkie mocht meedoen. En? Dat is gelukt. Dat is gelukt. Mocht uiteindelijk zelfs voorop lopen met de stok. Wat goed, geweldig. Ja. En u, had u muziekles op school? Nou, we deden wel iets van gitaarles. Ik hoor je mensen lachen. Het was gitaarles. Maar ik moet je zeggen, wat er wel was, er werd veel gezongen. Maar niet echt een instrument, dat leerden we niet. Op een gegeven moment ging ik zelf naar gitaarles, maar ik ben eigenlijk geen talent. Dus ik durf dat ook niet te zeggen, dat ik een instrument goed kan spelen. Maar ik weet dat we alle tafels zingend met de juf die gitaar speelde en met een meester. Zo hebben wij de tafels geleerd, van 1 keer 2. Ja. Misschien meerdere leerlingen, dat weet ik. Bij vakintegratie zagen we vanmiddag dat ze in een half uurtje eigenlijk gewoon geïntegreerde lessen konden maken. Dat was echt prachtig. Bij het orkest zeiden ze overigens dat iedereen heeft talent, dus iedereen kan muziek maken. Dus,
Maar het is wel vaak bepalend of een leerkracht ook echt durft. Deze mensen durven straks allemaal, want die komen allemaal over de drempel heen. Wat gunnen jullie leerkrachten in Nederland als het gaat om muziekonderwijs? Ja, mag ik het zeggen? Het is eigenlijk jouw portefeuille. Zeker. Ja? Okay. Nou, eigenlijk tijd, ruimte. Toch ook wel een beetje vrijheid om goed te kijken naar... Want de leraren kennen de leerlingen. Uh-huh. Om goed te kijken welke leerlingen zij in hun klas hebben. De school. Waar is die school? Wat voor kinderen zitten op die school? Wat voor ouders? Wat is de thuissituatie? Dus eigenlijk dat leerlingen of leraren de kracht krijgen en de ruimte en de vrijheid om ook zelf invulling te geven. En ook keuzes te mogen maken. En ik hoop ook zelfvertrouwen dat ze het ook durven te doen. Dat is eigenlijk, maar ja, dat is ja, meer... Dat is, ik denk ook, het is ook enthousiasme en durf. Ja. Het is heel vaak, dat is in het onderwijs valt dat nog het meest mee, maar heel vaak gaan mensen als ze naar hun werk gaan, worden ze wel eens iemand anders. Dan heb je opeens niet meer de hobby's die je thuis had of de muziek die je thuis leuk vindt, maar dan trek je soms zelfs een apart uniform of een pak aan, nou, zoals ik. En dan word je ook soms een ander mens. Terwijl het is zo mooi dat als je op een feestje bent en in de kroeg staat, dan vind je het leuk om te zingen, om te playbacken of om iets te spelen wat je helemaal niet kan. En dan schaam je je daar niet voor. Dan durf je dat en dan ben je er enthousiast over. En als ze datzelfde in het onderwijs doen en ook dat tegen elkaar zeggen, ah joh, kom op, doe niet zo gek, ga het gewoon doen. Stel je niet aan of wees niet bang of laat je zien en weet wie je bent. Dat zou heel goed zijn, dat we elkaar motiveren en helpen om in dat onderwijs ook, nou ja, en jezelf durven zijn, maar ook van jezelf iets aan die klas te leren en te laten zien. Want dan ben je het rolmodel waar over 20, 30 jaar nog door die leerling naar teruggekeken wordt. Want we weten allemaal nog die ene leraar die dat vuurtje aanstak. En of dat nou een muziekleraar is of in mijn geval de leraar geschiedenis. Die is dan eigenlijk jouw held. Ja, ja. Hier zitten allemaal helden en die zijn enthousiast. En die willen ook graag tijd en ruimte, maar we hadden het er al even over dat, ja... Het taal en rekenen, waar we het straks ook al even, dat gaat door Nederland heen. En er zitten ook mensen die een beetje bang zijn dat ze dan misschien wel minder muziek moeten gaan doen. Om meer aan taal en rekenen te doen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou Gunay heeft tafels geleerd met muziek, heb ik net gehoord. Oké. Maar ik denk wel dat de kracht erin zit dat je die combinatie moet maken. Wat ik heel moeilijk vind nu aan het onderwijs, is aan de ene kant dat wij heel veel vragen van het onderwijs. Maar dat we aan de andere kant ook ruimte willen bieden om dat wat ze daar moeten doen ook goed te doen. En er is niemand die zal zeggen dat een minuut of een uur in het onderwijs niet goed besteed zou zijn. Want in het onderwijs, dat is de schakel om van jou je te ontwikkelen, te helpen als je je misschien niet veilig voelt of gepest wordt of creatief te worden. Of met sporten te leren dat bewegen gezond is. Met muziek te leren dat een ritme leuk is, dat samenwerken mooi is, dat dat tot iets moois kan leiden. En ik denk al die facetten zijn heel belangrijk. We moeten alleen ook het onderwijs helpen om dan wel de goede, ook die keuzes te kunnen maken. En wat we vragen heel veel, maar we zijn soms ook een beetje vaag over wat dat dan allemaal moet zijn. Bijvoorbeeld sport is een goed voorbeeld, daar gaan we nu volgend jaar in de wet opschrijven, dat minimaal 2 uur per week moet zijn. Het helpt soms om concreet te zijn en ook te zeggen, wat moet nou echt op school, wat moet ook in de klas. Niet alles wat op school moet, hoeft ook in de klas. Wat moet een leraar doen? Wat kan ook iemand anders doen? Niet alles wat een leraar moet doen, kan ook niet. Of iemand anders kan ook iets doen op die school. Kan muziek daar niet bij dan in die wet? Muziek kan daar. U allen kunt beter lobbyen dan ik. Maar. Dat geeft wel aan dat we. Tegelijkertijd zeg ik ook maar even eerlijk. Ik heb van de Kamer, ik heb het laatst verteld, echt 40 voorstellen. Dat heet dan daar moties. Maar van EHBO tot racisme, tot duurzaamheid, tot zwemmen, tot alles moet er in het programma. En het zijn ook deze docenten die daar misschien ook wel eens een beetje gek van worden. En dan met muziek weer een beetje tot rust kunnen komen. Maar we moeten wel helpen om dat dan ook goed te doen. Want alles maar over de schutting gooien en zeggen sterkte ermee, dat is ook geen betrokkenheid. En daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor. Om dat wel dan op de goede manier te doen dat het gaat werken. Ik heb die Kamerdebatten van A tot Z gevolgd. En dat lijkt me een uitdaging om daarmee te dealen. Dat gaan we niet behandelen. Maar misschien wel even dat Erik daar toch wel heel duidelijk tegen. Vuren naar de buren, hè? Dat verrijken. Ja, mooi. Dus dat is eigenlijk ook wel een manier om dat allemaal... Kan dat op een of andere manier bij elkaar komen? Die wens om... Ja,
om die prestaties naar boven te krijgen en toch ook sport, muziek, dat soort zaken, een goede plek in dat onderwijs te geven? Ja, dat, wat mij betreft wel. Maar ik realiseer me, dat begint in de klas. Dat begint bij dat leraren onderling of in de docentenkamer met elkaar gesprek hebben over dit vinden we belangrijk, dit willen we ook zien in het onderwijs, hier gaan we elkaar bij helpen. Als iemand iets goeds bedacht heeft, krijgt hij ruimte om de anderen daarvan in mee te kunnen nemen. Zijn kennis misschien daarin te vergroten, misschien hulp in de klas erbij, zodat je een deel misschien kan verdiepen in iets met muziek leren. Maar die ruimte moet wel in de klas ontstaan. Het gebeurt nu op heel veel plekken namelijk ook. En dat is niet omdat ik zeg dat het alleen daar mag en ergens anders niet. Het gebeurt op sommige plekken. En waar het gebeurt, dan moeten we kijken hoe we het verder brengen op die plekken waar het nog niet gebeurt. En het gekke is, dat op die plekken waar het nog niet gebeurt, is het meestal het hardst nodig. En dan zal het hardst werken zijn om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. En daar moeten we allemaal mee doen. Dus dat is niet één iemand die dat kan regelen. Dat moeten we met z'n allen doen. Maar ik ben gemotiveerd om dat te doen. Ja, Erik is gezender, dus ik kan hem nog een keer laten uitleggen hoe het zit. Maar volgens mij weten jullie, of wil je er nog één ding over zeggen, Erik? Nee, ik weet niet of ik er nog iets over mag zeggen. Jawel, zeker. Nou ja, kijk, even heel kort. Hè. Dus ik begrijp wat de minister zegt, dat is helder. Hij zegt eigenlijk ook dat daar waar het zou moeten plaatsvinden, gebeurt het niet. En dan ontstaat bij mij absoluut het gevoel, er moet top-down iets gebeuren. En ik ga even terug naar Paul Snabel 2032. Dat was een groot programma om het onderwijs te herzien. Dat werd overgenomen door curriculum 2022. Ik heb daar een keynote gedaan bij het curriculum. Punt nu, dat was het eigenlijk, curriculum.nu. Ja, ik heb daar de keynote gedaan, ik heb over gesproken over muziek en over bewegen. Er zaten 300 man of 400 mensen die zouden het onderwijs gaan herzien. Er is niets van terechtgekomen. Nu hebben we een nieuwe minister en een nieuwe staatssecretaris. Hoe mooi is dat om dit punt gewoon nou te pakken? Ja. En ik moet zeggen, ik kom er niet voorbij. Maar ik meen het ook. Dit is zo'n moment dat we denken, u kunt het doen. U kunt een verschil gaan maken. We zien nu eigenlijk tot ons verdriet dat het jarenlang niet de goede kant uit is gegaan met al die extra uurtjes rekenen en tafeltjes. Dus dat is niet gelukt. Laten we dan teruggaan naar wat het ooit was. Muziek en bewegen. Geweldig verrijking van het onderwijs. En dan die andere vakken die we net noemden, die dingen die je erbij haalt. Daar is geen bewijs voor. Hier hebben we gewoon keihard wetenschap bewijs voor. Ik hou erover op, maar ik wou u toch. Schitterend. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Het zijn mijn mooie pleidooien, maar iedereen in deze zaal en zeker u willen het beste voor alle kinderen van Nederland als het gaat om het onderwijs en over hun ontwikkeling. Misschien wat algemene. Doen wij voldoende met wat de wetenschap ons allemaal voorrijdt in hoe je zeg maar kinderen verder kunt brengen? En ik kijk maar een beetje heen en weer, want ik wil niet in jullie portefeuilleverdeling komen. Ja, nou, het is een beetje, we moeten een beetje verspreiden, maar met betrekking tot cultuur, onderwijs, en ik bedoel wetenschap, hè, heb je het over. Ja. Ik denk, wat ik eigenlijk vind over is dat, u noemde muziek, maar kunst en cultuur breed en muziek als integraal onderdeel daarvan, vind ik dat wij het nog meer moeten benoemen, nog meer moeten waarderen. We hebben toch echt een beetje een gekke relatie met cultuur. En kunst en cultuur. Ja. En dat niet, het moet een onderdeel zijn van de ontwikkeling van jongeren, leerlingen, volwassenen. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat we door cultuur te zien, door naar een voorstelling te gaan, door muziek te maken, door een film te zien, een boek te lezen. Het geeft ons zoveel kracht. Het verbindt ons. Het maakt ons wie we zijn. Het maakt ons aantrekkelijk. Het maakt ons. Als wij samen naar een film gaan, hebben we iets om te delen. Als we muziek, ik zei het net al, als we naar muziek luisteren, dan gaat het over onze emoties. Ik zei net, als je verliefd bent, dan gaan alle liedjes over jou. Weet je, dus het brengt zoveel emotie en zoveel in je naar boven. En ik vind eigenlijk dat we heel jong moeten beginnen en het ons hele leven eigenlijk veel meer kunst en cultuur onderdeel moeten maken van ons leven. Dat is eigenlijk even. Nou, daar klappen we voor, toch? En dat stukje. Ik heb nog veel meer vragen, maar er loopt daar ook een klok mee. We moeten naar een soort afronding.
Wat moet er echt nog gedeeld worden? Deze zaal is soms ook bezorgd. Dat wat u zegt, dat soms wat wegzakt. Laten we cultuur nou en muziek, laten we nou echt al die dingen belangrijk maken voor heel Nederland. En gewoon eens een mooi land worden. Het is wie we zijn. Ja, hoe we naar elkaar kijken. Hoe we met elkaar omgaan. Het maakt ons, maar ja, het maakt je sterk. Het maakt je gelukkig. En als je gelukkig bent, ben je sterk. Dus het is, maar de afsluiter is voor jou, Dennis. Nou, hier kom ik niet overheen. Ga ik niet tussen zitten. Jawel, je hebt onderwijs. Dat is kracht. Nee, ik... Rutje. Nee, ik maak even het brugje nog naar de professor. Want wat ik daar belangrijk aan vind, is dat we helpen met onderbouwing uit de wetenschap om het onderwijs beter te maken. En ik denk dat dat steeds beter lukt. En dat zie je lukken als het gaat over de afgelopen jaren. Christel van der Bavelking, daar ben ik geweest. Ook op die school. En dan zie je dat er wordt ook in, omdat, nou ja, we zagen op het plaatje die sociale isolatie. Hè, daar wordt nu geld van het Nationaal Programma Onderwijs ingezet om in de groep, de dynamiek in die groep te helpen verbeteren. En de cohesie en de betrokkenheid in die groep, te kijken wie zijn de leiders. Ik was erbij terwijl het gebeurde in de gymzaal. Maar dat laat zien, dat zijn bewezen effectieve methodes. En heel lang was het best pittig om dat in het onderwijs te zeggen, dat vinden we belangrijk. Want iedereen ging het toch wel zelf bepalen of het effectief was of niet. En die wetenschap was dan nog soms een beetje zoeken. Dus die trekken we er nu bij. En hoe mooi zou het zijn dat we dat niet alleen, nou ja, in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs doen, maar de komende tijd op alles wat bijdraagt aan de ontwikkeling van al die kinderen op school. En of dat nou de basisvaardigheden zijn of de brede sociale ontwikkeling. Want met alleen lezen en rekenen en schrijven kom je er natuurlijk ook niet. En die boodschap is volgens mij heel, heel duidelijk. Dus ik wil jullie vooral heel erg bedanken voor alle inspanningen die er gedaan zijn. Ik heb dat net ook in kleinere kring gezegd, want er is afgelopen jaren heel hard gewerkt. Het is niet vanzelfsprekend dat je hier dan zit. Daar moet je namelijk ook in je school, op de plekken waar je die kinderen ziet, moet je dat vuurtje aansteken. En dat doen jullie. En dat doen jullie heel goed. En dan kom je hier, maar achter jullie staan nog veel meer mensen. En hopelijk volgend jaar nog veel meer mensen. En misschien over 5 jaar... wel iedereen in het onderwijs. En dat is de ambitie die we wel met z'n allen hebben. Dus veel dank. Dank u wel. Ik bedank de minister en de staatssecretaris. Heel goed. Dan pak ik afstapje. We hebben het over heel veel dingen niet gehad. Achterstandenbeleid, de rijke schooldag, noem het maar op. En hoe we muziek voor Nederland belangrijk blijven maken. Hier zitten allemaal fans in ieder geval.